Stekkelo wordt gezien als een groene buffer tussen Hengelo en Enschede. Het gebied moet de komende jaren uitgroeien tot een groene oase met ruimte om volop te recreëren, te wonen en te ondernemen, maar wel met behoud van het agrarische cultuurlandschap. Ja, een van die organisaties die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het gebied en zichtbaar maken van de Twentse spoorgeschiedenis is het landschap is Stichting Gols, oftewel de Gelders-Overijsselse Lokaalspoorwegmaatschappij. Ja, bij ons in de studio is initiatiefnemer Juriaan Knol. Juriaan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent al eerdere keren telefonisch bij ons te gast geweest om te vertellen over het spoorfietsbedrijf in Hengelo. Voor de mensen die het project dan nog niet kennen, wat doen jullie precies? Nou, sinds 2016 rijden wij met spoorfietsen tussen Hengelo en Twekkelo. Het begint bij het FBK-stadion. En nou, dat is groot succes. Dus voor gezinnen met kinderen, grootouders, met kleinkinderen, families. Nou, die kunnen dus heel ontspannen, zeg maar, op een hele unieke manier een stukje Twentse spoorgeschiedenis beleven. Ja, ja. En we hebben volgens mij een klein videootje om te laten zien waar dit ongeveer is. Dan hebben we een beetje een beeld van waar we het over hebben. Want Twekkelo is natuurlijk dat gebied, wat zeg je, tussen de Hengeloze straat en de snelweg. Om het zo te zeggen. Videootje wordt even geregeld. Maakt niet uit. Maar daar gaan jullie spoorfietsen. Dat is niet met een fiets op het spoor, hè? Dat is iets anders dan dat, toch? Het is een speciaal soort fiets, zeg maar, die vroeger ook wel gebruikt werd voor spooronderhoud. Ik heb ook wel eens een vergelijking gehoord met een waterfiets op het spoor, zeg maar. Dus het zijn, dus bestaan ook wel normale fietsen met spoorwielen die over het spoor rijden. Maar je rijdt dus niet op een fietspad, zoals hier. Hoe is het ooit ontstaan, dit idee? Want het is een spoorlijn die niet meer in gebruik is. Vroeger door Akzo Nobel werd gebruikt, geloof ik. Ja, het is een hele oude spoorlijn, 1884. Dat is eigenlijk een onderdeel geweest van het netwerk van die Gelderse Overijsselse Lokaalspoorwegen. Nou, Twente had eigenlijk een hele hoge dichtheid aan spoorwegen. Had te maken met de industrie natuurlijk. Dus dat was eigenlijk de bloedsomloop van de industrialisatie. Mm-hmm. Wegen waren heel slecht. Water was er bijna niet in Twente. Twentekanaal was er nog niet. Dus die spoorwegen waren echt essentieel. Enschede had ook na Amsterdam en Rotterdam had de meeste spooraansluitingen van heel Nederland. Dus al die bedrijven, zeg maar, die hadden een eigen aftakking van het spoor. Dus dat is echt een stukje geschiedenis. Hè. Je had het net ook over de authentieke verhalen. Nou, dat willen mensen graag horen en beleven. Ja. Dus dat is een onderdeel. Ja, want het spoor wat daar vroeger lag, daar ligt nog maar een klein stukje van. Ja, we hebben nu eigenlijk maar iets meer dan 2 kilometer wat we kunnen gebruiken. En we hebben nu een nieuw bestemmingsplan. En dat geeft dan de mogelijkheid om nog weer 300 meter door te trekken. En dan zit je zeg heen en terug, dan... Ja, dan heb je nog weer 500 meter erbij of zo, iets meer. Ja. En dat geeft net wat meer, want dat is wel wat we horen. Mensen vinden het hartstikke leuk. Ze doen de wandeling of werken samen met een rustpunt, het Plukreef. Dan gaan mensen naartoe en dan heb je echt een leuke beleving voor een ochtend of een middag. Maar dat spoor, ja, dat zou leuk zijn als het nog een stukje langer was. Ondanks dat het, zeg maar, nog niet zo lang is als jullie zouden willen, is het al wel een succes. Ja. Hoe verklaar je dat? We horen het ook wel eens van ouders bijvoorbeeld. Dan zoeken kinderen het zelf op internet. Het is iets wat in Nederland bijna niet is. Het is eigenlijk voor iedereen leuk. Voor alle doelgroepen. Tenminste alle leeftijden. Van jong tot oud. En zelfs tieners die eigenlijk bijna alles suf vinden. Die vinden dit nog steeds leuk. Toch wel. Ja. Misschien kennen ze het uit de film. Ik weet niet. Het lijkt natuurlijk een beetje op van die old westerns bijna. Zo'n pompkarretje. Daar hebben we er ook één van. Maar die heb je er ook nog. Ja. Die is wel, dat is wel de uitdaging, zeg maar. Want als je dan na 2 kilometer over bent. Dan ben je wel een aardig stuk. Ja. En dan moet je nog verder. Ja. Even wachten en dan kun je terug. Ja, geweldig. Ja. In Hengelo is ook een visie voor het buitenpiet verschenen. Hengelo's buiten heet het. Ja. En daarin staat het volgende. Ja, eigenlijk Twekkelo staat omschreven. Ik ga het even voorlezen als groene buffer. Waar inwoners van Hengelo en Enschede elkaar in een groene omgeving kunnen ontmoeten. Waar de ontwikkeling van het landschap samengaat met recreatie, lokale voedselproductie, lokale initiatieven voor duurzame energie en wonen. Ja. Wat vind je daarvan, van die visie voor dat gebied? Ja, dat vind ik een hele mooie visie. Daar is door heel veel mensen aan meegewerkt. Vanuit Enschede en Hengelo, heel veel burgers hebben daarin kunnen meedoen.
En wat eerder lang het geval was, dat gebied, vooral het Hengeloze gedeelte van Twekkelo, is heel lang gereserveerd voor industrie. En pas 10 jaar geleden of zo is dat veranderd. En nu met deze nieuwe plannen ligt het echt vast van, nou, we houden het groen, we houden het als groene buffer. En juist al die verschillende initiatieven die er zijn en natuurlijk ook bewoning enzovoort, dat moet daar een plek krijgen. Mm-hmm. Dus het is niet kiezen voor iets grootschaligs van het een of het ander. Dus dat vind ik heel mooi. Dus het is eigenlijk de uitdaging om dat met elkaar te kunnen verweven. We hadden net al even, volgens mij zagen we voor voorbij komen, de video. Misschien kan ik hem nog 1 keer laten zien om eventjes het beeld te scheppen van over welk gebied in onze regio hebben we het nou eigenlijk. Het gaat over Twekkelo. Maar wat ik me wel afvraag, Juriaan, als je dan dit leest, die visie, hoe past eigenlijk jullie idee van spoorfietsen, zeg maar, hoe past dat daarin? Ja. Nou, dat is op zich het mooie natuurlijk van dat er nu zo'n visie ligt. Heel lang was er geen visie, was er geen kader. En er zijn meer initiatieven in zo'n gebied. En dat is ook precies wat wij zeggen van breng dat bij elkaar. Kijk of je elkaar kunt versterken. En dan kun je misschien samen wel elkaar helpen, zeg maar, met ontwikkelingen. En heb je concrete voorbeelden? Want hoe kan bijvoorbeeld de exploitatie van zo'n spoor, en misschien wel het verlengen ervan, hoe kan dat nou leiden tot bijvoorbeeld meer groen, meer biodiversiteit, dat soort dingen? Nou, we hebben ook een vrijwilligersgroep die heel actief is geweest met het onderhoud aan de lijn. Die lijn is overgenomen van ProRail. Het smalste gedeelte is 8 meter. Er zijn stukken bij die zijn wel 30 meter breed. Wat steeds meer besef doordringt is van, we hebben niet allemaal stukjes nodig, vlakjes zeg maar met bos en zo, maar we hebben juist verbindingen nodig. Ook de Twentse houtwallen die voor een groot deel verdwenen zijn, mm-hmm. die zijn juist belangrijk. Die dieren moeten zich kunnen verplaatsen enzovoort. En via zo'n spoorlijn, dat is natuurlijk een heel mooi iets. Hè? Ja. Dus, als je vrij zou mogen dromen, hoe zou die spoorlijnen dan, hoe zou dit hele tafereel dan uitzien? Want jullie hebben het ook nog gehad over zouthuisjes bijvoorbeeld als plekken om in te verblijven. Dat soort dingen. Daar hebben we ook, daar is ook een bestemmingsplan voor aangenomen. We wachten alleen nog op bezwaren, zeg maar, bij de Raad van State. Dus op het moment dat het goed afloopt, zeg maar, dan kunnen we dat ook gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat zijn vaak hele langdurige processen voordat je zover bent. En dan geeft dat wat meer inkomsten om ook de boel, dat het leven vatbaar is, zeg maar. Stel, er zijn geen bezwaren meer, hoe zou het er dan uit gaan zien? Het liefste zouden we dan nog 500, meer dan 500 meter de spoorlijn verlengen, zodat we uitkomen op een beter punt nog. Vlakbij Twens. Dat is helemaal opnieuw ingericht een aantal jaren geleden met zo'n retentiegebied. Daar zou je een mooie natuurspeeltuin kunnen maken voor kinderen of een soort beleefpad. Dan voeg je ook echt waarde toe aan dat gebied. Je vertelde al even van er zijn bezwaren ingediend, onder meer door familie Roerink, die we kennen van de Zuivelhoeve, ook in Twekkelo gelegen. Wat zijn die bezwaren eigenlijk? Ja, dus er zijn allerlei dingen wel geuit. Maar dat is eigenlijk een veelheid van dingen. Maar het is voor ons lastig om ze zijn het gewoon niet mee eens. Daar komt het neer. Zij willen gewoon geen spoorlijn door hun mooie Twekkelo. Nee, ze zijn bang eigenlijk voor dat het te grootschalig wordt. Onrust wordt verstoord. Ja, maar dat is nou juist wat wij niet willen. Wij willen juist binnen die visie van dat gebied blijven. Want als er overlast is, dat is voor onze eigen vrijwilligers ook niet leuk. Dus dat willen we ook niet. Dus we willen heel erg inzetten, juist ook op de doelgroep van mensen die authentieke verhalen willen beleven enzovoort. Dat is ook precies waar Enschede op in wil zetten. Dus op het moment dat wij een beter product kunnen bieden, kunnen wij ook beter inzetten op die doelgroep. Mm-hmm. Onderdeel van dat product, en tot slot even, is ook het idee om de treinhalte Twekkelo terug te brengen. We hebben een klein, volgens mij is dit een soort van maquette dingetje. Ik ken dit beeld helemaal niet. Dit stond ooit aan dat spoorlijntje. Ja, dat stond ooit aan het spoorlijntje. Er hebben een heleboel van die huisjes gestaan hier langs die spoorlijn. Ook in Enschede hebben we wel een stuk of 10 gestaan.
Nou, we zitten hier dan in Roombeek. Daar heeft er ook bij, op de plek van de vijver, zeg maar, op de hoek, daar heeft ook precies zo'n huisje gestaan. Mm-hmm. Dus het is echt een stukje cultuurhistorie. En we hebben dus de originele bouwtekeningen hebben we weer teruggevonden. En de plattegrond. Dus je zou hem kunnen reconstrueren. En dat zou een heel mooi passend eindpunt zijn. En dan zou je vanaf daar zou je de wandelroute kunnen vervolgen, et cetera. Ja. Wat betekent het voor jullie als de uitspraak van de Raad van State toch negatief voor jullie uitpakt eigenlijk? Nou, dat heeft voor... we hebben ook gezegd van we willen dit eerst afmaken waar we mee begonnen zijn. Dit is nog weer een stap verder. Maar als die negatief is, dan zal gewoon toch het gerepareerd moeten worden, het bestemmingsplan. En dan duurt het nog weer langer. Ja, dan blijft het in ieder geval kleinschalig voorlopig. Ja, dan duurt het nog weer langer, maar dan gaan we nog wel door. Ja. Jurien Knol, dank voor de komst en voor de uitleg van de plannen. Graag gedaan.